garden. You better watch your back. Well, I beg your pardon. Indien mogelijk, probeer om te draaien. Hier rechtsaf. Probeer om te draaien. Hier linksaf. Hier rechtsaf. Achteruit. Probeer om te draaien. Ah, verdorie zeg. Dat doet mijn navigatie het gewoon niet meer. Ah, dit is echt irritant. En juist nu ben ik op zoek naar het beveiligingscentrum van de reclassering. Maar op deze manier kom ik het dus echt niet, hè? Ja, dat is lastig als je navigatie het laat afweten en je geen idee hebt waar je bent. We zijn tegenwoordig wel heel afhankelijk van al die techniek. Daar kan degene die jij zoekt over meepraten. Ja, duh. Dan moet ik hem wel eens zien te vinden, hè? Bij de reclassering werken mensen die de veroordeelden in de gaten houden die hun straf uitzitten. En die zitten niet altijd in de gevangenis, maar soms ook gewoon thuis. Maar laat Jos ter Voort dat maar uitleggen, want hij werkt bij de reclassering. Gelijk een vraagje. Ja. Wat heeft reclassering nou met navigatiesystemen te maken? Zal ik je uitleggen. De reclassering die houdt toezicht op mensen die van de rechter een straf hebben gekregen. En de rechter heeft daarbij ook gezegd dat ze moeten luisteren naar wat de reclassering hun zegt. Ja. En wij controleren ook of ze dat doen wat wij afspreken met elkaar. Maar bij sommige mensen vinden we dat we dat wat zwaarder moeten controleren. En dat doen we met een enkel bandje met GPS. Om ze te volgen? Om ze te kunnen volgen en te zien of ze daadwerkelijk doen wat we met elkaar afgesproken hebben. Zo Jos, dat ziet er allemaal indrukwekkend uit. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, Augusto, dit is ook indrukwekkend. Dit is de meldkamer van het beveiligingsbedrijf wat wij ingeschakeld hebben voor het controleren van de mensen die een enkel bandje om hebben. Oké, die hebben een bandje om, want je moet weten waar ze zijn? Of? Die hebben een bandje om omdat zij op bepaalde plekken niet mogen komen of ze moeten juist op bepaalde plekken zijn. En als ze een enkel bandje om hebben, dan kun je ze volgen hier? Dan kunnen we ze hier volgen. En dat kan van levensbelang zijn. In maart doodde een man zijn twee kinderen in hun eigen huis. En dat terwijl hij er helemaal niet mocht komen. Omdat hij geen enkelband droeg, kon niemand zien wat hij van plan was en hem dan ook niet tegenhouden. Maar kun je daarmee dus drama's of vervelende dingen mee voorkomen? Kijk, we kunnen nooit garanderen dat er absoluut niks gebeurt. Absolute veiligheid bieden we niet. Nee. Wat wij wel bieden daarmee is dat mensen eerst een aantal drempels over moeten voordat ze überhaupt weer opnieuw tot een delict zouden kunnen komen. Dus je maakt het moeilijker voor ze om iets te gaan doen wat erg is? Precies. Ja, ja. Dat maken we een stuk moeilijker. Goedemiddag, u spreekt met de meldkamer elektronisch toezicht. Goedemiddag meneer, we hebben zo'n... Jos, ik zie hier de schermen. Hier volgen jullie alles, hè? Hier volgen we alles, van Augusto. Hoe werkt het nou allemaal eigenlijk? Nou, dat zal ik je laten zien. Dat werkt met dit. Ja. Dit is het enkelbandje. En dat is een zender. En het gaat in wezen om een zender en een ontvanger. Kijk, jij hebt hier een microfoontje. Ja. Dat is ook een zender. Die zendt wat uit. En dat zendt hij uit naar een ontvanger. Oké, want ik heb hier het apparaatje. Hier zendt hij mijn geluid dus mee weg. Zendt hij mee weg. En daar staat de geluidsman. Ja. En die heeft een ontvanger en die vangt dat signaal op. Nou, bij GPS, bij dit enkelbandje, gaat het eigenlijk op dezelfde manier. Dit bandje zendt een sterk signaal uit naar dit apparaat. Dat is de STAR-unit. Ja. Dit apparaat ontvangt signalen van de satelliet. Ja. De satelliet die hoog in de lucht zit, zoals je weet. En op het moment dat de satelliet naar beneden kijkt, wat hij voortdurend doet, ziet hij precies waar jij bent. Ah, oké. En dat zendt hij door naar dit bandje, naar dit apparaat. En dit apparaat zendt dat via dit bandje door naar de meldkamer. De enkelband zendt dus een signaal naar de STAR-unit. En die moet je altijd bij je dragen. De STAR-unit staat in verbinding met een satelliet. Zo wordt de plaats bepaald. De STAR-unit zendt dit signaal naar de meldkamer. Nu weten ze ook daar waar je bent. Don't read the phone. You have all the
Dus je kunt echt precies zien waar iemand is? Je kunt dus heel nauwkeurig, heel precies zien waar iemand is. Het is net als een gewoon navigatiesysteem, maar dan veel nauwkeuriger, veel moderner. Ja. Ik kan het je wel even laten zien. Oh, oké, graag. Kijk, wat je hier ziet is een kaart met het huis in dat paarse gebied waar de deelnemer moet zijn. En die groene pijltjes, dat is dus de deelnemer. En je kunt hierop zien dat hij in of rondom zijn huis is. Ja. Aan al die pijltjes die je daar ziet. God, dat is wel erg nauwkeurig. Heel nauwkeurig. Maar mijn navigatie deed het net niet. Hoe weet je nou dat dit ook blijft werken? Nou, Augusto, ik kan je verzekeren, geloof me, dit systeem dat werkt perfect. Ja. Maar misschien wil je het wel proberen. Ja, graag. Maar heb ik toch nog een vraagje. Wanneer krijg je nou zo'n enkelband? Nou, niet iedereen krijgt zo'n enkelband. Een enkelband krijg je wanneer de rechter je daartoe veroordeelt. En dan gaat het om misdrijven als huiselijk geweld, stalking en uitgaansgeweld. Nou, gelukkig heb ik niks gedaan, dus kan hem wel om doen, hè? Vooral houden zo. Oké, Jos, hij zit, dus gaan we testen. Prima. En je weet, hè, je mag niet in het verboden gebied komen. Ja, ik weet. Oké, succes. Bedankt. Goedemiddag, u spreekt met de meldkamer Elektronisch Toezicht. Goedemiddag. Ik heb een melding en dat gaat over meneer Augusto. Die is momenteel aangekomen in het verboden gebied. Nou, Augusto, dat hadden we niet afgesproken, hè? Dat je in een verboden gebied zou komen. Ik weet het. Maar het hele Big Brother gedoe, dat is echt niks voor mij, hè? Dus haal maar weg. Nou, als jij in de toekomst aan de wet houdt, dan zal het ook niet nodig zijn dat je aan de band gaat. Ik zal het doen. Oké, dan gaan we hem nu afhalen. Oké. Vroeger, toen zat je nog op water en brood. Maar tegenwoordig kun je door al die moderne technieken je straf ook anders uitzitten, bijvoorbeeld thuis. Maar gelukkig houden de mensen die door de reclassering worden ingehuurd jou van op afstand in de gaten. Want je weet maar nooit.